maar je kant is best. Ja, Jan, hoe kennen we elkaar? Ja, in 1992. Correct, mijn huwelijksjaar. Uw huwelijksjaar, ja. Toen werd er op onze dienst een nieuw, jong, enthousiast, ambitieus staflid aangeworven. Deze collega, Didier Ebo. Toen ja, ik ben inderdaad in 1992 na enkele Gentse en Brugse tussenstops in Antwerpen beland, correct, aangetrokken door de dienst immunologie, die eigenlijk een dienst met een afzonderlijke identiteit is, zal ik maar zeggen, in België. We waren toen nog de dienst klinische immunologie. En in de klinische immunologie deden we allergologie en auto-immune systeemziekten, rheumatische ziekten. En we hadden nood aan een allergoloog en Didier is er toen bijgekomen. Ja, dat is juist. Ja. Klinische immunologie, Jan, daar zat en daar zit nog altijd de allergologie, de immunologie en de reumatologie. En u was een van de reumatologen van de dienst, zal ik maar zeggen. De klinische reumatoloog. Hoe bent u eigenlijk na uw keuze geneeskunde, die eigenlijk ook al niet voor de hand lag, hè, was zeker niet uw eerste keuze en is ook niet zo hè, allemaal over roze geur en maneschijn gegaan, zal ik maar zeggen, over roze paadjes. Hoe zit je dan uiteindelijk van die geneeskunde naar de interne geneeskunde gegaan en dan van de interne geneeskunde naar de reumatologie? Een opleiding die toen eigenlijk in haar kinderschoenen stond en die zelf, als ik het goed herinner, in Antwerpen zelf niet beschikbaar was als opleiding. Ja, dat is een heel uitgebreide vraag met een heel uitgebreid antwoord ook. Ja, de geneeskunde was inderdaad niet mijn eerste keuze. Vanuit mijn kindertijd had ik al wel een grote interesse voor alles wat met biologie te maken had. En ja, in de middelbare heb ik eigenlijk heel sterk de overtuiging gehad om diergeneeskunde te gaan studeren. Dat zou op zich niet echt een groot probleem geweest zijn, tot ja, op het laatste de dame van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding mij zich bij haar riep en zei van, jij wilt dierenarts worden, maar dat is geen goed idee. Ah nee, waarom is dat geen goed idee? Wel, jij zult in de voormiddag het slachtvee mogen gaan keuren en dan in de namiddag misschien wat katjes en wat hondjes gaan mogen verzorgen. Nu, dat werken in een slachthuis, dat sprak mij inderdaad niet aan. Dat is niet echt opbeurend, inderdaad. Nee. En dan, ja, dan heb ik toch maar voor de geneeskunde gekozen. Het was niet zo'n evidente keuze, want de situatie thuis was eigenlijk moeilijk. Ik heb een gelukkige, maar moeilijke jeugd gehad. Mijn vader is jong gestorven toen ik 15 jaar was. Mijn moeder stond er alleen voor. En ja, ze heeft al het mogelijke gedaan dat ik kon studeren. Ik heb, toen er nog geen ingangsexamen bestond voor geneeskunde, toch een examen moeten doen om een studiebeurs te verwerven. Dat was eigenlijk allemaal zo geen probleem, maar het legde wel een zekere mentale druk. Want om die studiebeurs te behouden, mocht ik niet missen. Dan was het gedaan met de opleiding. Dus mijn opleidingsjaren waren jaren van heel hard werken, kansen die aangeboden werden, optimaal benutten. En ja, ik heb dat inderdaad kunnen realiseren. Ik heb nooit een tweede zit gehad en ik ben met de nodige honneurs kunnen afstuderen. Eerst aan het RUCA en nadien op de toenmalige UIA. Ik ben niet zo heel handig, chirurgie zei me niets. Huisartsgeneeskunde eigenlijk ook niet. De interne geneeskunde sprak me wel aan. En ik werd gelukkig goed genoeg bevonden om een opleiding interne geneeskunde te kunnen beginnen. Ook dit was toen veel concurrentieler dan nu. Als ik het goed begrepen heb. Ja, het was echt strijden voor een plaats bij Wendel. Ja. En dan interne geneeskunde. Hoe kom je dan uiteindelijk bij reumatologie? Want nogmaals, reumatologie, jij bent er ongeveer aan begonnen
aan de opleiding als internist en als specialist op het moment dat ik aan mijn opleiding geneeskunde begon. En ik weet dat tegen het eind van mijn opleiding geneeskunde, die ongeveer 7, 8 jaar na de uwe is, reumatologie stond eigenlijk nog in zijn kinderschoenen en was zeker nog niet overal beschikbaar als opleiding. Nee, dat is juist. En ik ben eigenlijk ook aan mijn opleiding interne begonnen met het idee om oncologie, hematologie te gaan doen. Dat is hemelsbreed verschil. Dat, ja, dat was inderdaad een groot, groot verschil. Nu, toen ik mijn eerste 2 jaar van mijn basisopleiding achter de rug had, dan is mijn opleidingsplan enigszins veranderd. Doordat er een assistent naar Leiden trok om daar reumatologie te gaan doen, Luc de Klerk, kwam een plaats vrij op algemeen interne in het UZA. En mij werd vriendelijk verzocht daar als Chinese vrijwilliger die plaats in te vullen. Ik was daar niet heel enthousiast over, omdat ik al algemeen interne had gedaan in mijn eerste 2 jaar. En na een beetje onderhandeling met de toenmalige stagemeester, professor Vermeijden, kreeg ik het wel gedaan om in de voormiddag algemeen interne te doen en in de namiddag als assistent in opleiding ook bij Wim Stevens op de dienst immunologie te beginnen, wat een gloednieuwe dienst was, gloednieuw. In 1983 is die dienst, denk ik, was opgestart, had Wim ook zijn doctoraat gehaald. Ik was een van zijn eerste assistenten daar, na dat eerste half jaar beviel mij dat zodanig dat ik mijn stageplan weer heb laten wijzigen en dat ik een flink deel van mijn hogere opleiding in de klinische immunologie ben opgeleid geworden. En zoals gezegd was dat een groot stuk allergologie, maar ook auto-immune systeemziekten. En op het einde van mijn opleiding, ik had toen mijn stageplan voor hemato-onco al laten wijzigen voor algemeen interne, want immunologie was geen erkende subdiscipline. Toen riep Wim Stevens, de toenmalige stichting diensthoofd van de dienst klinische immunologie, mij bij hem op zijn bureau en vroeg hij: Jan, spreekt de reumatologie niet aan? Nu, de reumatologie op dat ogenblik stond ook nog in zijn kinderschoenen en de opleiding werd niet aangeboden in Antwerpen. Ik ging erkend worden als algemeen internist. En ik heb dan eigenlijk op aangeven van Wim Stevens ben ik nog een bijkomende opleiding specifiek reumatologie gaan volgen aan de KUL bij professor De Kweker. Dus zo bent u uiteindelijk reumatologie? En zo ben ik uiteindelijk in de reumatologie terechtgekomen. En dan spreken we over welk jaar ongeveer? Wel, in 1981 ben ik afgestudeerd aan de toenmalige UIA. Ben ik aan mijn opleiding interne begonnen. En in 1986... was ik algemeen internist, heb ik nog 1 jaar opleiding dus in de KUL gevolgd. En dan was ik internist reumatoloog. En dan nadien heb ik mijn specialiteit als reumatoloog kunnen aanvragen bij de erkenningscommissie. Omdat ik dus voldoende lang alleen exclusief in de reumatologie actief was. Dus... Ja, u bent dan eigenlijk de tweede reumatoloog van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen geworden, want Luc de Klerk zat daar al. Ja. Die is dan ook eigenlijk heel snel adjunct diensthoofd geworden. En ja, ik ben daar dan in 1992 ja, binnengewaaid, zal ik maar zeggen. Als missionaris heb ik mij er altijd beschouwd. Ik kom vanuit Oost-Vlaanderen en Antwerpen, een beetje missionaris werk toen. Maar goed, het was een aangename kennismaking op dat moment. Maar ik heb je altijd erkend als de klinische reumatoloog en vooral de gedreven, empathische klinische reumatoloog. Was hij nu, na ja, bijna 30 jaar, hè, reumatologie ongeveer, wat zijn daar de hoogtepunten in? Klinisch, dienstbetoon, onderzoek, onderwijs, want je hebt ingestaan voor de 3, zal ik maar zeggen. En ja, als er hoogtepunten zijn, jammer genoeg zijn er natuurlijk ook wel hier en daar wat diepte-laagtepunten. Wat zijn dat dan misschien de minder leuke momenten geweest? Of heb je evoluties gezien die je zeer een discipline in haar kinderschoenen, aan de wieg bij wijze van spreken? We zijn nu een dikke generatie verder. Zijn er gunstige evoluties? Of jammer genoeg, minder gunstige evoluties? Ja, wel, ik ben dan inderdaad als tweede reumatoloog in onze dienst... in de tijd dan aangeworven.
En mijn interesse was eigenlijk al heel vroeg het bot en botmetabolisme. Daar trap ik een open deur mee. Ja, overdag heel vroeg moet je misschien, want dat is misschien wel een van de anekdotes, moet je misschien wel wat uitweiden. Heel vroeg is wel heel, heel vroeg, als ik het goed begrepen heb. Ja, het is zo dat ik mijn eerste certificaat gehaald heb in verband met botmetabolisme toen ik 4 jaar was. Dan moet je dan een keer toelichten, want ja. 4 jaar certificaat binnen het botmetabolisme, dat is... Dat is inderdaad heel bijzonder, maar ik heb toen een certificaat gekregen van de melkbrigade als heel verdienstelijk lid. Daar ben ik heel trots op. Ik kan ook getoond worden. En ik was inderdaad al erg geïnteresseerd in het bot toen, want ik hield enorm veel van dieren. Maar als er een dier stierf, dan begroef ik het in de grond om nadien het skelet terug op te graven en dat skelet weer samen te stellen. Dus ik was toen al heel sterk met... Ik veronderstel dat je dat in uw... latere medische carrière niet gedaan hebben. Dat heb ik inderdaad later niet meer gedaan. Nee. Maar ik was toen al heel geïnteresseerd in het skelet. En in mijn carrière in het Universitair Ziekenhuis heb ik me ook vooral toegelegd op alle metabole botaandoeningen, van osteoporose tot alle variaties daarop. Dat heeft me altijd heel sterk geboeid. Ik heb daarvoor ook heel wat kansen gekregen om dat verder te ontwikkelen. Ik heb daar cursussen kunnen vervolgen in het buitenland. Onder meer in Cambridge een korte cursus. Ik heb een korte cursus ook in Kopenhagen gevolgd. Ik heb op een van de buitenlandse congressen het enorme geluk gehad om een topwetenschapper te ontmoeten, Herbert Fleisch. Die echt eigenlijk een basisfysioloog is en die de grondlegger is van de bifosfonaten in de geneeskunde. Geneesmiddelen die onder meer ook in osteoporose en andere botaandoeningen gebruikt worden. Dat stond allemaal in zijn beginschoenen. Ik heb die man ontmoet in Seattle op een congres van American Society for Bone and Mineral Research. En die ontmoeting was heel persoonlijk. Ik had het eventjes gehad, ook jetlag, stond buiten. En die man had het ook gehad, stond ook buiten. We stonden naast elkaar, samen in de verte naar de Mount Rainier te kijken. En professor Fleisch, van Zwitserse origine, sprak mij aan. We geraakten in gesprek. Ik had toen een aantal praktische moeilijkheden in verband met het doctoraatsonderzoek dat ik voorbereidde. Zowel keukenrecepten, van hoe doen we dat in het labo. Ik was helemaal geen laborrat en in de literatuur was daar ook niks over te vinden. En hij heeft me toen uitgenodigd voor een cursus in Davos. Ik ben helemaal geen skier, dat was dus puur wetenschappelijk. En heeft me daar ook nog eens afzonderlijk genomen. Een aantal tips en tricks meegegeven die aan onze zwarte tafel op de UA heel goed van pas kwamen. En die uiteindelijk geleid hebben tot mijn doctoraat, wat op wetenschappelijk vlak voor mij zeker een hoogtepunt was. Ik was toen al 48 jaar, dus ik was toen al niet meer zo piepjong. Ik heb daar toch wel de Rotary Award voor de Young Investigators en zo verder gekregen, dus ik beschouwde mij nog als Young Investigator. Maar dat was zeker een hoogtepunt. Ik heb dat doctoraat persoonlijk ook als een enorme verrijking beschouwd, vooral achteraf. Want het is natuurlijk zeer hard werken. Naast de klinische praktijk was het veel avondwerk en weekendwerk. Maar het gaf toch een compleet nieuwe inkijk in het wetenschappelijk denken, die ik zeker als een verrijking heb ervaren. En die voor onze discipline denk ik ook wel heel belangrijk is. Wat zijn zo de mindere momenten? Wat is een bezorgdheid, is uw vraag. Ja, de reumatologie is een discipline die niet zo rijk bedeeld is in verschillende betekenissen. En vooral ook in mankracht. We zijn met erg weinig reumatologen in ons land. Heel weinig. En ook het aantal reumatologen die gedoctoreerd hebben, zijn nog veel minder. En dat creëert natuurlijk wel een grote zorg naar continuïteit van zorg. Onze opvolging in het ziekenhuis is al niet zo evident. Maar ook een continuïteit van opleiding. En een continuïteit van wetenschappelijk onderzoek.
Dat is zeker een bekommernis die ik heel sterk onderga. Waar ik ook niet onmiddellijk een oplossing voor heb, tenzij een warme oproep aan jonge mensen die geïnteresseerd zijn in reumatologie. Het is voor mij de boeiendste discipline in de interne geneeskunde. Ik zou zeggen, Jan, richt je tot de camera. Heb je half Vlaanderen die aan het kijken is, doe maar uw oproep. Bent u geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek? Bent u geïnteresseerd in onderwijs? Niets is zo boeiend als uw kennis over te dragen aan jonge, enthousiaste mensen. Wel, doe de moeite om te doctoreren, ga je kans. Binnen de reumatologie. Binnen de reumatologie. Want dat is een knelpuntberoep, blijkbaar. Ja. De verrijking die dat met zich meebrengt, is misschien niet van financiële aard, maar is van enorme persoonlijke aard. Ik kan er echt wel getuigen. Ik heb je nu iets over vertellen, vooral over het onderzoek en dingen. Maar ik, als ik mag heel eerlijk zijn, in al die jaren ken ik u meer als teacher dan onderzoeker. Met andere woorden, u was voor mij binnen de dienst de persoon die vooral de assistenten en de studenten naar zich toetrekt. En op heel specifieke momenten, onder andere die een beruchte donderdag voormiddag, u terugtrok met die studenten, met die assistenten. Teaching, als ik u nu op de man af mag vragen, teaching, educatie, opleiding versus onderzoek. Ja, ik ben in de tijd 5% zapper aangesteld door de rector met speciaal een onderwijsopdracht. En ja, ik was natuurlijk als klinicus in het ziekenhuis al erg geëngageerd. En er zijn maar 24 uur op een dag. En er is een grote schaarste aan reumatologen. En ook mijn persoonlijke interesse lag vooral in het dienstbetoon naar het medische dienstbetoon naar de patiënten toe. En ook in het onderwijs. Dat heb ik altijd heel graag gedaan. En dat dateert misschien ook al zelfs van mijn eigen studiejaren. Ik studeerde aan het RUCA en de toenmalige UIA thuis altijd aan een bord. En ik legde de leerstof uit aan mijzelf of aan medestudenten die graag kwamen luisteren. En ook nadien heb ik ook altijd graag aan een bord gestaan. En later werd het dan diaprojecties en PowerPoint-presentaties. Ik heb altijd wel graag de wetenschappelijke kennis proberen te communiceren naar jonge mensen toe in onderwijs. En soms ook vulgariserend naar het bredere publiek. Als je nu 30, 40 jaar onderwijs bekijkt, zie je daar hoogtes, laagtes? Ja. De democratisering van het onderwijs is een heel goede zaak geweest. Dat is een heel goede zaak geweest. Maar we zien natuurlijk over de vele jaren dat het publiek verandert. Dat het publiek misschien ook andere eisen stelt aan de lesgever. Vroeger dan werd er heel veel nota genomen. Later werden er fotootjes genomen. Nog later werden er filmopnames genomen. Ja, de dag van vandaag, dan moeten ze niets meer doen en vindt men het niet meer als normaal dat de les door de universiteit online wordt gebracht. Dat is ook zo, hè? Dat is wel een wijziging. Hè? Vroeger kwam men al eens vragen van, mogen we de PowerPoints achteraf? Maar dat is allemaal niet meer nodig. Vroeger werd een beoordeling ook gemakkelijker aanvaard. Ja, nu moeten we wel opletten. Hè. Men zal dan niet zeggen van, ja maar zeg, zelfs voor een klinische stage, je hebt mij een 15 gegeven, ik vind dat ik een 16 waard ben, dat heb ik persoonlijk meegemaakt. Dat heb ik nooit goed begrepen. Jan, was het vroeger beter? Het was anders. Ik denk niet dat het beter was, het was anders. De wetenschap heeft een enorme evolutie meegemaakt en het is complexer geworden. We hebben technologische evolutie gehad, we hebben inzichtelijk, wetenschappelijke evoluties gehad. Het heeft klinische immunologie, als ik mag zeggen, eigenlijk alleen maar boeiender gemaakt. En toen ik
vanuit mijn opleiding algemene interne klinische immunologie, reumatologie ging doen en mij ging interesseren in metabole botziekten en osteoporose. Was op dat ogenblik geen enkele link met de immunologie. En als ik dat binnen onze dienst klinische immunologie binnenbracht, ja, dan was dat ook zo'n beetje vreemd en dan ja, was dat, wat doet je nu? Maar later blijkt ook heel, ja, die botfysiologie heel sterk met immunologische kenmerken verbonden te zijn. Er zijn moderne behandelingen voor metabole botziekten en osteoporose ook mede door immunologische technieken kunnen ontwikkeld worden. Dus dat is naar elkaar toegegroeid. Die evolutie die is spectaculair. Ook de mogelijkheden om mensen met reumatische aandoeningen te kunnen voorthelpen. Toen ik als jong reumatoloog begon, ja, dan mensen, jonge mensen, leeftijdsgenoten van mij, kwamen de raadpleging binnen, hadden sinds enkele weken wat gevriesklachten, gesteld een diagnose en 3 jaar later werden ze in een rolstoel binnengebracht. Terwijl we hadden toen cortisone en goudspuiten, maar de middelen waren niet veel ruimer dan dat. Ondertussen zijn de inzichten hoe dat immunologische mechanismen leiden tot reumatische ziekten zodanig geëvolueerd dat we daar ook heel wat therapeutische consequenties hebben kunnen aankoppelen. En is het behandelen van mensen met inflammatoire reumatische ziekten en ook metabole botziekten veel dankbaarder geworden. En dat is een evolutie die zeker niet stopt. Daar zie ik nog een aantal uitdagingen naar de toekomst toe die ik misschien zelf niet als actieve arts zal meemaken, maar waar ik hoop dat ja, jonge mensen me af en toe wel eens zullen terugkoppelen. En daar ben ik wel gerust in dat dat zal gebeuren. Jan, of liever Tante Kaat, wat is nu uw goede raad? Je hebt de 3 belangrijke domeinen van een academische arts doorzwommen, zal ik maar zeggen. De 3 vijvers doorzwommen, hè, zowel de kliniek, het dienstbetoon naar uw patiënten toe, het onderwijs als het onderzoek. Kunt jij nu naar, behalve die vurige oproep die je daarnet hebt gedaan, van alsjeblieft reumatologen, studenten, denk aan reumatologie, interessante discipline. Zeker als je nog wat doctoreert, en ik zou zeggen, kom dan bij ons op het Universiteit Ziekenhuis Antwerpen werken. Ze gaan u met open armen ontvangen, absoluut, want we hebben mensen tekort. Maar kunt je nu binnen die, voor zover dat je dat kunt, van elkaar scheiden, hè? Ik weet het niet, een soort goede raad meegeven van jongens, dames, want de dag van vandaag hebben we meer dames in de geneeskunde zitten dan jongens. Pak het zo aan, doe dat, maak die fout niet. Er zijn misschien dingen waarvan je achteraf zegt van, dit had ik beter toch anders gedaan. Ik voel mezelf, zou ik onmiddellijk geen oproep kunnen oproepen, maar ik ga dat hier niet doen, want het gaat niet over mijn emeritaat. Gelukkig, maar zou ik zeggen. Maar zou je kunnen zeggen, kijk, voilà, binnen die 3 entiteiten, die 3 takken van een academische arts, houd daar rekening mee binnen uw dienstbetoon, houd daar mee binnen rekening in uw onderwijs en daar in uw onderzoek. Of zeg je van, weet je, nee, ik wil dat allemaal liever bundelen in 1 entiteit en zeggen van, kijk, dit is mijn goede raad. Wel, de goede raad vloeit voort ook uit de bezorgdheid van de continuïteit van dienstbetoon, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en het gebrek aan mankracht. Dus ik denk een goede raad die ik zou willen geven aan de mensen die mij eventueel zouden kunnen opvolgen, is van verplaats u toch wel in de gedachtenwereld van de anderen, van uw patiënten, ook van uw medewerkers. Geef ze een warm onthaal. Probeer ze enthousiast te maken voor de boeiende discipline die de reumatologie toch is. Probeer ze ook enthousiast te maken voor het wetenschappelijk onderzoek. Geef ze daar de tijd voor. Geef ze daar de middelen voor. Zodanig dat het niet volledig ten koste is van de thuisbasis. Dat vrouwen en kinderen u kennen van de foto op de schouw. De tijden zijn ook daarin geëvolueerd. Ook dat wordt. Allee, die evenwichten die liggen anders. Dus probeer een warm nest te zijn voor potentiële toekomstige reumatologenopleiders. En laat u niet afschrikken door een doctoraat.
En denk tijdig aan die opvolging. Jan, als ik uw verhaal goed begrijp, ja, oké, u hebt op vierjarige leeftijd wel een diploma behaald, hè, uitgereikt door de Hoge Raad van de Melkbrigade. Hè, maar als ik uw verhaal goed begrijp, was geneeskunde zeker niet uw eerste keus en ben je daar eigenlijk een beetje toevallig, ook op een merkwaardige manier, wat CLB bezig. Allee, toen was dat het MST, het medisch schooltoezicht. Het CLB bestond toen nog niet. En dat zich daar zo ver... ik heb ook zo van die advies gekregen, by the way. Zie mij hier zitten. Ik kreeg advies dat ik zeker geen geneeskunde moest doen. Maar bon, tot daar. Maar heb jij nu op een bepaald moment in die studies signalen, ik weet het niet, van een opleider, van een prof, van patiënten, van de kliniek, whatever, ontvangen die uiteindelijke keuze? Ik weet dat je interesse hebt voor calcium en andere mineralen. Dat blijkt ondertussen ook uit je extracurriculaire activiteiten. Er is geen enkel man in Vlaanderen die de kennis van de mineralen begeerst als deze miskende geoloog, zal ik maar zeggen. Maar is er iets in die studies, in die opleiding later, die dan ervoor gezorgd heeft van... Ik wil eigenlijk wel hemato doen, maar nee, het is dan toch reumato geworden. Of zeg je, nee, oké, dat is ook helemaal op het einde eigenlijk een toeval, omdat ik bij Wim Stevens ben binnengewaaid en daar was de kans om reumatologie te doen. Nee, het is geen toeval. En ik ben wel van in mijn kindertijd geïnteresseerd geweest in geneeskunde. Het was dan wel diergeneeskunde, maar het was geneeskunde. En naar de humane geneeskunde, ik ben aan de opleiding begonnen zonder al te veel concrete plannen. Maar in de loop van de opleiding dan ben ik mij gaan interesseren in de interne geneeskunde en eigenlijk vooral de oncologie. De differentiatie en dedifferentiatie van cellen, dat was iets dat me toch wel erg boeide. Ik heb ook heel eventjes met het idee gespeeld van misschien is psychiatrie wel iets. En de prof psychiatrie, bij wie ik solliciteerde, die was zeer enthousiast. En die zei, heb je nog andere interesses? Ik zeg, ja, interne geneeskunde. En die zei me, ja, dan kan ik u niet aannemen. Ik zei, nee, zegt hem. Want als jij beide interesses hebt, dan kun je die beide interesses, die inwendige geneeskunde en de aandacht voor het menselijke, best combineren in de interne geneeskunde. Terwijl in de psychiatrie, ja, dat is psychiatrie, dat is geen interne geneeskunde. Ik vond dat een heel wijze raad. Ik heb er ook helemaal geen spijt van gehad. Ik heb heel graag interne geneeskunde en klinische immunologie en reumatologie gedaan. Ik zou het ongetwijfeld opnieuw beginnen. Hoe dat ik dan in de reumatologie ben terechtgekomen, dat die oncologie, in mijn eerste jaar als assistent heb ik een aantal oncologische patiënten gehad. Jonge mensen die ik heb weten overlijden. En ja, niet is zo moeilijk in het leven als afscheid te moeten nemen van het leven. Zeker als je een betrokkenheid naar je patiënten probeert aan de dag te leggen. Dat heeft mij toen wel doen inzien van, misschien is het dat toch niet. En ik was zeker niet iemand die voor de acute geneeskunde, denk ik, veel talent had. Maar de chronische geneeskunde, een keer eens grondig nadenken over een ingewikkeld probleem, beleidsbeslissingen nemen die vooral op lange termijn invloed kunnen hebben, dat sprak mij enorm aan. Dossiers uitpluizen en dergelijke. En toen heeft Wim Stevens mij toch de kans geboden om die switch te maken en van de oncologie, hematologie naar de immunologie / reumatologie te evolueren. En daar ben ik Wim zeer dankbaar voor. Ja. Je zegt daar iets wat ik eigenlijk nogal gehoord heb, dat is dat het hoort dat vooral van assistenten, dus ja, jonge artsen zal ik maar zeggen, of van studenten die in hun laatste jaren geneeskunde zitten en die dus in hun stagejaar terechtkomen, dat de confrontatie op de oncologie, op de hematologie,
Ze zijn ondertussen gelukkig 30 jaar verder en er is enorm veel veranderd in de therapeutische mogelijkheden en in de overlevingskansen. Maar dat dat zo hard is, dat dat inderdaad hun keuze voor het latere bepaald hebben gezegd zelf, kijk, voilà, ik ben daarmee geconfronteerd geweest, dat heeft mij toch ergens een beetje teruggeduwd. Heb je daar een tip voor de jonge student, zal ik maar zeggen, of de jonge assistent? Van, ja, mijn keus was van, voor mij is dat dan, zeg je van, dit is de beste keus, van, als je dat gewaar wordt, kun je daar beter afstand van nemen? Of zou je nu zeggen, 30 jaar later, misschien met dezelfde therapeutische opties, want we kunnen het therapeutisch kunnen we het nu niet meer vergelijken natuurlijk met de generatie geleden. Of zeg je van, mocht ik nu in dezelfde situatie komen, ik zou dit anders aanpakken en misschien toch in de hemato of in de onco gedaan hebben? Nee, als ik mijn leven zou kunnen herdoen, zou ik zeker terug voor de reumatologie gekozen hebben. Daar twijfel ik niet aan. En mocht jij een toverformule hebben om mij nu 30 jaar jonger te maken, ik begon onmiddellijk terug op onze dienst voor de komende 30 jaar. Maar goed, het is nu wat het is. Een raad aan jonge mensen. Ik heb heel wat co-assistenten naast mij gehad terwijl we raadpleging deden. En tussen twee patiënten door kwam dat wel dikwijls eens aan bod. Wat gaat je doen later? En waarom? En het meest knullige antwoord dat ik ooit gehoord heb, dat is van, ik wil dat gaan doen, ik kan niet zeggen welke discipline. Ah, waarom? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Bon, met andere woorden, maar wat wil ik niet zeggen. Ja. Ik heb ze altijd als advies gegeven, en dat wil ik je zeker ook in deze setting herhalen, van, je moet in de eerste plaats je hart volgen. Wat interesseert me? Wat wil ik graag doen? Dat is de eerste vraag die je moet beantwoorden. De tweede vraag, dat is al een stuk moeilijker. Dat is, ga ik dit ook graag blijven doen tot mijn pensioen? En dat is natuurlijk al een stuk moeilijker, omdat je jezelf daar niet direct ziet in evolueren. Maar het is een moeite waard om er toch eventjes te blijven bij stilstaan. Bij nacht en ontij moeten uitdrukken om een katheter te plaatsen in een coronair. Dat doe je misschien graag op je 40ste, maar doe je dat nog graag op je 65ste? Ik ken het antwoord voor mijzelf. En ook in die oncologie, men kan met veel idealisme en zin voor medeleven en interesse voor de wetenschap zeggen, ik kies voor die oncologie. Ik heb veel bewondering voor de mensen die keuze dan ook realiseren. En jammer genoeg hebben we ook met een aantal mensen in de nabije omgeving kennis moeten maken met artsen die in de oncologie zich hebben bekwaamd. Ik zou zeggen, grote waardering om dat op een empathische en wetenschappelijk correcte manier te doen. Maar ik zou het niet kunnen hebben. De derde vraag die jonge mensen zich moeten stellen wanneer ze kiezen voor een specialiteit is, wat is de sociale behoefte aan mijn vakgebied? Je bent er niks meer vooruit als je een hogere opleiding volgt en dan nadien in de rij moet staan om te solliciteren en overal hoort, onze dienst is vol. Dat is jammer van uw persoonlijk engagement als van de publieke middelen die aan die opleiding zijn besteed. Dus ook de sociale behoefte vind ik ook een belangrijke vraag waar dat men zich moet eens over bezinnen. Wat dat betreft, een discipline waar een grote sociale behoefte aan is, is de reumatologie. Ja, Jan moest met mij vragen van, beschrijf Jan met een paar woorden, dan zou ik eigenlijk zeggen, een betrouwbare gids. En dat brengt mij eigenlijk naadloos van uw carrière, professionele carrière, naar uw non-professionele, alhoewel de manier waarop jij die non-professionele carrière hebt uitgeoefend, kan je al pseudo-professioneel noemen. Ik ga het u vragen, maar ik denk dat het een retorische vraag wordt. Emeritus, 65 jaar, en nu? Een diep gat, een diep dal, of toch eerder opnieuw
hoge bergen. Ja, ik had me wel een beetje aan die vraag verwacht, moet ik zeggen. Ik trap uiteraard een open deur in met te zeggen dat ik een grote affiniteit heb voor calcium in al zijn verbindingen. Het calciumapatiet, dat uiteindelijk de bouwsteen is van ons skelet. We hebben nu een beetje meer tijd. Calcium, 3% van de aardkorst bestaat uit calcium. De aardkorst interesseert mij ook, de geologie interesseert mij. Wat de geologie op zijn spectaculairst is, dat is daar waar de tektonische platen elkaar opduwen tot gebergte. Dus ik ben uiteraard gepassioneerd bergwandelaar. En ik loop daar ook heel graag rond. Niet alleen voor de sportieve prestatie, maar ook om het landschap te lezen vanuit zijn geologische oorsprong. Om daar de bezinksels van vroegere zeeorganismen, waarvan het calciumresten zijn neergeslagen in calcietaders in de rotsen, om dat te gaan herkennen. Dat zijn zaken die ik heel graag doe. Dus natuurbeleving met een speciale affiniteit voor het gebergte, het hooggebergte. Dat is zeker iets. We kunnen natuurlijk niet heel het jaar dood doen. Maar lezen, de geschiedenis, archeologie, geschiedenis, dat interesseert me ook heel sterk. Ik heb daar vroeger ook heel weinig tijd voor kunnen benutten. Als we nu een keer naar een museum gaan, dan vinden we daar meestal ergens wel een skelet. Terwijl mijn echtgenote andere interessante vitrines bekijkt, kan ik minutenlang over een skelet gebogen staan en op zoek naar tekenen van artrose of spondylarthropathie of rheumatoïde artritis of artritis temporalis. Dat vind ik ook wel zeer boeiend. Vrije tijd. Ik denk dat vele mensen die dit hier horen en zien, die kennen natuurlijk wel uw professionele carrière, die weten eigenlijk ook wel dat jij met Flash in Seattle niet alleen gepraat hebt over het bot, maar waarschijnlijk ook over de bergen. Hè? Dat was een Zwitser. Dus we weten dat jij een passie hebt voor Zwitserland. Maar vrije tijd, wat misschien velen nog niet weten, en ik weet niet of dat ik het mag vertellen, maar ik zal het bij deze dan toch maar doen. U wordt grootvader. Ja. U wordt grootvader en bent u... Ik heb geen idee van het geslacht van uw eerste kleinkind, want het is de eerste keer dat u grootvader gaat worden. Dus u zal al een deel van uw vrije tijd daar kunnen insteken, denk ik. Niet waar. Bent u van plan om uw toekomstige kleindochter of kleinzoon, ik weet dit niet, u moet het ook niet vertellen, dezelfde raadgevingen te geven en vooral naar analogie met wat u met uw zoon gedaan hebt, die uiteindelijk nog 3 jaar van zijn erkenning als reumatoloog af is. Hè? Bent u van plan om dat ook met de melk door te geven of met de pap door te geven van u zou beter arts worden en reumatoloog? Of gaat u daar niet mee bezig? Wel met dat kleinkind, maar misschien niet met de opvoeding als reumatoloog. Wel, dit is het antwoord, denk ik, is heel formeel. Ik heb mijn beide kinderen, Steven en Anne-Leen, de absolute vrijheid gegeven in hun beroepskeuze. Steven, die zou biologie gaan studeren. En hij kwam terug van de inschrijving aan de universiteit en hij kwam aan tafel melden dat hij zich voor geneeskunde had ingeschreven. Bon. ondertussen is hij inderdaad in opleiding tot, jawel, reumatologie. Daar ben ik uiteraard zeer trots en zeer fier op. Maar ik heb hem nooit gesuggereerd om dat te doen. Dus dat is zijn eigen keuze geweest. En Anne-Leen, daar ben ik ook zeer fier op. Anne-Leen was geslaagd voor haar ingangsexamen geneeskunde. En had heel haar humaniora gedroomd om geneeskunde te gaan doen. Heeft dan toch nog eventjes na het ingangsexamen geneeskunde het ingangsexamen studio hermantering gedaan. En ze is onlangs gedebuteerd als romanschrijfster. En zij is nu professioneel en ook gewaardeerd in die kringen romanschrijfster. Het is een aspect dat mij in het verleden wat minder bekend was.
Ik heb altijd vooral de wetenschappelijke literatuur gelezen. En als het geen medische literatuur was, ja, dan was het geschiedenis of geologie of aardrijkskunde. En nu, sinds het emeritaat, durf ik mij ook wel eens aan de fictie wagen. En daar moet ik misschien ook eventjes terugverwijzen naar het attest van de Melkbrigade. Het attest van de Melkbrigade is ondertekend door Armand Pien, een wetenschapper. Ik ben uiteraard geen meteoroloog geworden, maar het is toch iemand die voorbeeld staat voor wetenschap. En de tweede persoon die dat attest ondertekend heeft, was Stijn Streuvels. Stijn Streuvels, die 150 jaar geleden geboren is. En waar Anne-Leen op dit ogenblik ook mede-ambassadeur is voor als stadsdichter van Kortrijk. In Kortrijk wordt het dan letterzetter genoemd. Is hij mede-ambassadeur voor de herdenking van 150 jaar Stijn Streuvels. Dus het komt allemaal wel een beetje terug. Dus het plezier dat ik daarvan heb en de fierheid waarmee ik dit kan vertellen, is denk ik maar mogelijk gemaakt doordat ze beide zelf hun keuzes hebben mogen maken. Dus uiteraard gaan ook mijn kleinkinderen, wat mij betreft, die vrijheid krijgen. Maar ze gaan pap drinken, dat is zeker. Ze gaan uiteraard het advies krijgen om calciumrijke voeding en melk enzovoort. Zeker en vast. Ik zou trouwens die idee misschien toch nog een afsluitende bemerking willen bijplaatsen. Mijn professionele leven was een leven rond de wetenschap. En ik kijk daar met heel grote fierheid en trots op terug. Het heeft ons wel wat gekost aan het familiale leven. Vrouw en kinderen hebben wij, denk ik, wel vaak moeten missen. Ik ben ze daar ook heel dankbaar voor dat ik die kansen heb gekregen. Ik ben ook mijn collega's zeer dankbaar voor alle kansen en opportuniteiten die ik gekregen heb binnen de faculteit en in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk speelt het leven zich af op de grens tussen non-fictie, realiteit en fictie. En niets wordt zo scherp verwoord als in iets wat ik u met deze toch wel eventjes wil bezorgen. En dat is het boek waarmee mijn dochter gedebuteerd is vorig jaar. En dat eigenlijk toch ook de fictie een beetje combineert met de non-fictie. En het was wel de eerste roman die ik als wetenschapper gelezen heb. Het heeft mij aangezet tot de literatuur van heel wat anderen. Ik had er vroeger geen tijd voor, maar het is ook een wereld die nu voor mij open gaat. Ik zal dat dus maar tussen mijn fictie... Misschien... of non-fictie, beter gezegd, tussen mijn... Ja, doornemen. Ik heb er thuis nog wel dat kunnen lezen. Ja, ja. Dus, nee, dank u wel. Kijk, ik ben emotioneel bewogen, moet ik zeggen. Misschien nog een laatste anekdote. Wat doet een emeritus thuis, hè? Nu hij thuis zit? Wel, dat eenvoudige dingen, zoals het vaatmachine vullen en zo verder. Ik ga daar niet te veel in details treden, maar één ding wil ik misschien toch nog wel eventjes kwijt. Zo vroeg mijn theememinde echtgenote, mijn grote liefde Rosine, vroeg mij enkele weken geleden met zoet gevoelige stem: Jan, zet jij vanavond de TPD buiten? Maar dat moet u toelichten. En ja, het was natuurlijk een lapsus, want ze bedoelen de PMD en niet het nieuwe elektronische patiëntendossier. Dus jammer genoeg. Was het dus wel een lapsus? Kan ik alleen maar zeggen van goed, het is heel goed geweest. Ik ben kijk met grote dankbaarheid terug op mijn carrière in het ziekenhuis en aan de faculteit. En met grote warmte ook aan de collega's en ons nieuwe diensthoofd, die ook een beetje de continuïteit te harte zal nemen.
Nou, misschien niet zelf, maar toch zal al het mogelijke doen dat het gerealiseerd wordt. Ik ben ooit reumatoloog geweest. Ik ben dat nu niet meer. Ik ben 3 jaar reumatoloog geweest. Maar in België moet je kiezen. En daarmee bedoel ik, je kan vandaag minister van Landbouw zijn en overmorgen van Defensie. Dat is perfect mogelijk. Tenzij er 500-600 dagen regeringsonderhandelingen tussen zitten, dan gaat het iets minder snel. Maar je kan geen 2 disciplines, je kan geen 2 specialiteiten uitoefenen in België. Dat kan niet. Dus ik heb de 2 disciplines, de 2 specialiteiten doorlopen. En ik moest kiezen. Er werd mij gesteld van, u moet afstand doen van een van uw erkenningen. En ja, de dienst was toen. Nu zijn we op zoek naar reumatologen, ongetwijfeld. Maar de dienst was toen op zoek naar een immunoloog, allergoloog. Ja, en ik heb dan mijn diploma reumatologie, zal ik maar zeggen, samen met mijn sportschoenen aan de haak gegaan. Maar de zoektocht reumato is bezig, zal ik maar zeggen. Ja, Jan, het was mij waar genoemen om een keer samen met u in de zetel te zitten. Gelukkig niet in de canapé te liggen, maar wel in de zetel te zitten. Het gesprek is hier en daar wel verlopen zoals ik het een beetje verwacht had. Ja, we kennen elkaar uiteindelijk al sinds 92. Zie, ik ben zelf dus al bijna 30 jaar ook werkzaam in het UZA. Dus dat kan toch al beginnen tellen. Dus meer dan de helft van mijn eigen leven ken ik u al, Jan. Amai. Maar ik heb toch ook een paar dingen ontdekt, zal ik maar zeggen, vernomen. En nogmaals, ik ben u bijzonder dankbaar. Dit gaat zeker gelezen worden. Dank u, Jan. Gaat u goed.